Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En ik heb vandaag weer nieuwe pakketjes. En daarin zitten spullen die ik aankomend seizoen ga gebruiken. Ik heb hier het eerste pakketje. En hier een grotere tweede. En die ga ik dus nu uitpakken samen met jullie. Nou, ze zijn open. En pak eerst het grote pakketje. Ik kan niet zien. Hier zitten schoenen in. En die ga ik als tweede doen. Ik begin eerst met het kleinere pakketje. Hier is hij. Ik ga hem voor jullie openmaken. Er zitten super zieke Elite handschoenen in. Het zijn de Elite Chameleons. Ik ga ze zeker uittesten en er komt ook wel een video van. Kijk, ze zien er heel cool uit. Allemaal kleurtjes. Ik ga ze zo ook nog even passen voor jullie. Maar dan gaan we nu door naar het tweede pakketje. En dat is de grote schoenendoos. Dat gaan jullie nu zien. Ik pak hem erbij. Ik haal hem uit de verpakking. Dit is hem. Het zijn schoenen van Nike. En dan maak ik ze nu open. En ze zien er super ziek uit. Dit is mijn nieuwe voetbalschoen voor volgend seizoen. Ik zal de andere er ook bij pakken. Dit zijn mijn nieuwe voetbalschoenen. Ze zien ook super ziek uit. Helemaal wit. Dan hier opgevreven kleurtjes. Echt heel cool. Aan de onderkant ook. En natuurlijk weer met sokjes, zodat er op kunstgras minder snel korreltjes bij je schoen inkomen. Super handig. En dan ga ik nu alles even testen. Ik heb de vingerzeef eruit gehaald en ik ga nu kijken hoe die zo aanvoelt. Hij voelt best wel chill, gewoon wat ik normaal heb bij rolvingers. En nu gaan we door naar de schoenen, want de handschoenen zitten goed. Dit zijn mijn oude voetbalschoenen. En die zijn hetzelfde model als deze. Allebei Nike Mercurial Superflies. En ik denk dat deze dan ook wel goed gaan zitten. Ik haal het kartonnetje eruit. En een pot papier. Dat doe ik ook even bij de andere. Ik zorg eerst dat alle veters goed los zitten, zodat ik er makkelijk in kan. Dit is voor mijn linkervoet. Ik kan nu aantrekken. Ik kon er best makkelijk in. Ik heb hem nu aan. Hij zit goed. Goede maat. Ze zijn een beetje aan de grote kant. Maar ik ben nog in de groei. Dus het komt allemaal goed. Kijk, bij deze de veters even los. Dan ga ik deze aandoen. Ik heb nu natuurlijk geen kousen aan, dus het zal allemaal iets makkelijker gaan. Zo. Zit er best wel goed. En ik ga nu wat dingen doen met de bal. Ik voel best wel chill. Met de bal. Dus dat gaat goed komen. Dit was alweer het einde van deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik vond hem wel leuk. Er komt zeker nog een review of iets over deze nieuwe spullen. En ik hoop dat ze goed bevallen. Vergeet zeker niet even een blauw duimpje omhoog te doen.
je beneden te abonneren en deze video te delen. Op je Instagram, Facebook of gewoon met je vrienden. Dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. En nu zeg ik alleen nog maar later. Make him spicy, papa.